Vandaag ga ik 200 kijkers laten vechten in een levensgevaarlijke zombie-apocalypse. Vechten jongens, dit is het moment waar jullie voor getraind hebben. De kijkers zullen in deze grote map moeten overleven waar de zombies en andere chaotische beesten zullen rondlopen. Kunnen ze het overleven met z'n allen? Of zal het één grote chaos worden? Vergeet zeker niet te abonneren als je nieuw bent, want wie weet doe jij dan wel de volgende keer mee. Oh ja, we gaan voor 5000 likes. Jongens, welkom bij de zombie apocalypse avond met z'n allen. Gezellig dat jullie er zijn. Ik vind het heel leuk. Jullie zijn hartstikke enthousiast, zie ik al. Hier ergens in de buurt. Ik weet niet waar de vreselijke zombie koning meneer is. Robin, ja. Denk jij dat jij een zombie leger kan creëren wat mijn bevolking hier uit kan roeien? Makkelijk. Makkelijk? Ja. Oké, helemaal top. Jongens, zometeen dan gaat het nacht worden en dan zal de apocalypse starten en wij gaan overleven met z'n allen, oké? Maar voordat wij dat gaan doen, wil ik even 3 mensen wil ik naar voren halen, want ik wil even een generaal hebben die mijn leger zal gaan besturen en weet ik wat. En ja, jullie willen met z'n allen, ik weet, maar ik heb al 3 mensen in gedachten. Het spijt me enorm. Het is misschien een beetje lullig. Jongens, ik heb hier Julian, Fastpo en Doofoot heb ik staan. En ik heb een generaal nodig. En het is aan jullie om zometeen te gaan stemmen wie het gaat worden. En nog niet stemmen. Jullie hoeven nog niet te stemmen. We gaan namelijk eerst van elke generaal, mogelijke generaal hier, gaan we even een speech aanhoren. Waarom zij generaal moeten worden. Oké, Doofoot. Ja. Waarom zou jij generaal moeten worden? Vertel het volk hier. Vertel het volk wat jij ze kan bieden in deze apocalypse. Ik moet generaal worden, want ik ben een machtig man. Ik heb voor veel strijden... Ik ben vaak de strijden getrokken. Ja, oké. Ik heb veel zombies geslagen. En hun zijn allemaal noobs, dus... Dat is je speech? Ik ben beter. Oké, dankjewel voor je speech. Goed verhaal, lekker kort. We gaan door naar de volgende. Fastpo. Mijn jongen, wat heb jij het volk te bieden als admiraal, als generaal, als leider van het leger? Dus het is heel moeilijk om een speech als die van David te overtreffen. Ja, dat was echt een maar, bizar jongens, goede speech, ja. Kijk, ik heb natuurlijk hele coole mappen gemaakt, ja. Weet je wel. En dat zie je ook wel dat ik een kopie heb, weet je wel. Met een strategische strategie en weet je wel. Ja. Heb ik erin. En daarmee gaan we ons gewoon door deze tijd heen helpen, toch? Of niet? Ja, ik geloof het allemaal wel, hoor. Maar je moet mij niet overtuigen, je moet hun overtuigen. Ja, nee, ik kijk ook naar het publiek. Ja, goed zo, goed zo. Was dat je speech? Dus, ja, dat was mijn speech. Vonden we het een goede speech, jongens? Nou, mensen zijn op zich enthousiast. Oké, ja, nou, top. Julian, jij hebt ervaring als koning, als leider in Content Veen. Vertel eens waarom jij hier de leider moet zijn van dit leger. Nou, ten eerste, wij hebben een veel betere map gemaakt. Ja. Okay. Dat was en de eerste, dus ja, nou, ik heb natuurlijk al ervaring, dus ik weet hoe ik dit allemaal ga doen. Ik heb ervaring. We gaan dit samen allemaal het koninkrijk maken. Het koninkrijk. Ja. Je weet dat er zombies aan komen, hè? Dat is... Ja, maar wij kunnen dit allemaal samen. Aan je touw. Oké, jongens. Het is nu aan jullie allemaal. Allemaal in het midden staan. Niet degene die uit... Of de Fastpo, Doofoot en Julian. Iedereen in het midden. En dan is het aan jullie om de paal uit te kiezen van degene die jij als leider van het leger wil hebben. Het spijt me, jongen. Ja, jullie hebben wel animo. Dat is dat daar niet van, hoor. Maar overduidelijk is Julian's speech heeft jullie overtroffen, David en Po. Sorry, dat was het ook weer. Omdat hij de leider is, een Netherite helmpje. Die krijg je van ons. Oké? Dat betekent, kijk, hij is jullie leider. Sorry, jongens. En dan is het nu tijd om de apocalypse te laten beginnen. Komt-ie. Ik ga kleurenpalen plaatsen. Want we hebben nu 5 minuten de tijd voordat de zombies gaan spannen. En voordat we allemaal echt moeten vechten voor ons leven. Ik plaats hier een rode wolpaal. Dit zijn voor de mensen die rood staat voor bloed. Die willen vechten aan het begin en niet aan de basis willen bouwen. Niet willen minen en weet ik veel wat. Dan hier laat ik een blauwe. Blauw staat voor vrede, oftewel minen of zo. Groen staat voor bouwen. En oranje is, weet ik niet, voor de losers die gewoon niks willen doen. Kijk, ja, dat dacht ik al, hè, dat die blauwe groep hier zou staan. Nee, oranje is niks, jongens. Zodra het donker wordt, jongens, zometeen, gaat iedereen zijn taak uitvoeren. Ik wil dat rood, die wil... ik wil dat jullie trouwens eerst beginnen met hout hakken even. Rood. Oh nee, trouwens, dat is oranje. Mensen bij de oranje wol, die mogen hout gaan hakken. We moeten zorgen voor hout. Oké, dan ga ik de palen weghalen. Jullie weten nu je taak. Oeh, jongens, het is nacht. Het is nacht. Betekent dat het begonnen is.
Oeh, er is bliksem. Ik denk dat dat genoeg betekent, jongens. De bliksem die is overal aan het bliksemen. Weet ik hoe ik het moet zeggen. Dat betekent dat het tijd is om de zombie-apocalypse te beginnen. Ik hoop dat jullie het allemaal overleven. En de monsters die komen dichterbij. Dus dat betekent dat het begonnen is. Oké, let's go, jongens. Let's go, allemaal. Dus degenen die willen strijden aan het begin. Die mogen strijden, want de zombies zullen nu spannen in de buitenste lijn. Alles werkt in lijnen hier, in cirkels, jongens. En de zombies zullen spannen aan de buitenste lijn. Ik hoorde van Robin dat hij af en toe denkt van... Oké, weet je, de lijn gaat nu inkorten. En dat de zombies bijvoorbeeld hier mogen spannen. Maar ik zie hier nu al deze guy, die is lekker, zijn goed bezig. Oké, jongens, ik wil dat je alle diamonds naar mij gaan. Als ik jou zie met diamonds, word je opgeofferd. De zombie, oh, er zijn zombies gespannen, jongens. Hoe komen ze al hier? De zombies horen alleen in de buitenste rand te spannen, maar ze lopen gewoon met z'n allen naar binnen. Pas op dat je de zombies niet naar binnen lokt. Ze zullen nu alleen helemaal op de buiten grijze rand zullen ze spannen. Als je doodgaat, kom je ook niet meer terug. Dus pas op, jongens, echt waar. Lok ze niet naar binnen. Lok de zombies niet naar binnen. Over 5 minuten zullen ze hier in het zandgebied spannen. Dan 5 minuten later zullen ze hier in de acacia spannen. Dan bij de gravel en uiteindelijk helemaal bij huis. Dus, maar tegen die tijd hebben we vast wel een heel groot kasteeltje. Julian, waar ben je? Ik gebruik mijn handen goed. Ik ben ook aan het meehakken. Oh, je bent aan het hakken. Kijk, je bent de koning en je bent echt of een admiraal, maar je zit weg onder de mensen. Goed zo. Ik zie je SpongeBob, die is lekker steen aan het hakken. Goed bezig. Wat ga je met de steen doen? Ga je delen? Ga je delen met anderen? Of ga je het voor jezelf houden? Nee, ja, goed zo. Kijk, even checken. Ik was even aan het checken of, het wel echt, of je wel goed bezig was. De monsters, jongens. De monsters. Ze komen dichterbij. Hey, ik ben op de vlucht voor wat zombies, maar jij moet in de tussentijd even abonneren en liken. Als je niet lijkt, komen de zombies jou ophalen en dat is niet leuk hoor. Woo! Goed bezig jongens, het fort ziet er goed uit. Fort van ik eet een walnut. Ben jij de leider van dit fort? Ben jij de leider? Is dit jouw fort? Ja? Oké, ziet er goed uit. Hier, ik heb geholpen. Zo. Oké, jongens, buiten de muur zullen nu staan wat kippetjes. Die kunnen jullie killen. Want dan krijgen jullie veertjes. En dan kunnen jullie pijlen maken. Want jullie kunnen flint gewoon regelen in de gravel biome. Jullie hebben natuurlijk een gravel biome. Oh nee! Nooit gezien is dood gegaan. Nee, jongens. We hebben een dooie. We hebben een dooie. Nooit gezien is helaas. Heeft de zombie-apocalypse niet overleefd. De monsters komen dichterbij, jongens. De monsters komen dichterbij. Pas op, dat betekent dat ze nu ook mogen spawnen in de acacia biome. Oftewel, ze gaan nu wel heel dicht bij huis spawnen. Pas op. En de gravel biome is dus de laatste biome nu, waar je in principe veilig kan staan, waar ze niet spannen. Ze lopen hier natuurlijk wel in, maar ze zullen niet naast je spannen als je hier loopt. Weet dat als je hier doorheen loopt, dat ze zomaar ineens achter je kunnen staan, zonder dat je door hebt. Hey, iemand heeft een val gemaakt. Dit is gewoon een pit. Dit. Maak traps. Oh, jullie zijn traps aan het maken. Trap de zombies. Wow, wat goed, hé. Ja, nu is ontmaagding wel in de val gevallen. Jongens, ik wil dat de vloer in het kasteel ook versteend is. Ik wil een prachtig kasteel hebben. Wie is dit? Iemand is een parcours aan het maken. Hallo. Jongens. Het is een apocalypse. Dan kan je niet een parcours maken. De zombies komen letterlijk nu dichterbij. Oh mijn god. Jongens, dat betekent dat de gravel biome vanaf nu ook niet meer veilig is. Vanaf nu gaan ze ook in de gravel biome spannen. Oh, de creepers zijn gespand, jongens. Oh nee. Oh, er zijn creepers gespand. Pas op, die gaan damage doen. Die gaan het landschap slopen. Spinnen zijn gespand. Creepers en nog meer zombies. Lars, rennen. Maar ren niet. Pas op dat je het niet meelokt. Oh mijn god, ze ontploffen en ze doen schade. Oh, voorzichtig, jongens. Jongens, de zombies zijn in het kasteel trouwens. Pak ze. Ze betreden het kasteel. Er is ergens een lek. Ze komen binnen. Hoe kunnen dat ze binnenkomen? Dat hoort niet te gebeuren. Van die koude nethervarkens. Ja, ja, we gaan ze. Ja, holy shit. Het werkt. Oh, ik hoor gast. Het werkt. Jongens, ik hoor gast. Oh, pas op. Lekker samen. Oh mijn god. Robin. Oh, Robin, wat doe je? Oh, er spannen zoveel zombies. Kijk, het fort ziet er niet mooi uit, maar het ziet er efficiënt uit, jongens. Dat is belangrijk. De muur is hoog genoeg op het moment. De zombies kunnen op deze manier niet meer overheen klimmen zoals ze net eroverheen klommen. Oh, mijn god, er zijn nether skeletons of wither skeletons gespand, jongens. En creepers weer en, oh, blokken rennen. Allemaal naar het fort, jongens. Blijf in de buurt van het fort. Ze gaan niet alleen buiten de muren. We moeten bij elkaar blijven. En als jullie de tijd hebben, hak even de bomen die om het fort heen zitten, jongens. Dan hebben jullie meer ruimte om rond te lopen. Dan hebben jullie iets meer werkruimte. En in het fort zitten heeft inderdaad geen zin. Ik ga iedereen wat geven, voor het eerst. Ja, please, geef me iets. Iedereen krijgt 1 boog. Oké, wel, dan kan ik 7 pijlen schieten. Oké, dat is top. En 30 arrows, jongens. Jullie hebben allemaal 1 boog en 30 arrows gekregen. Dat is het enige wat jullie van me krijgen. Hey, jongens, als je niet kan bowen, geef dan even de arrows aan iemand die wel kan bowen, ja? Juist. Oh, nee. Oh, nee, de monsters komen dichterbij. De monsters komen dichterbij, jongens. Die spinnen... Jongens, er komt een spinnenleger aan. Ik waarschuw, er komt een spinnenleger richting het fort. Schakel het uit. Het zijn potions... Hoe noem je die dingen? Oh, nee. Rennen, like, focus, rennen. Die dingen die zijn sterk. Wat een chaos.
Schakel de gas uit, schakel dus. Oh nee, ze vallen het fort aan, jongens. Ze vallen het fort aan! Het fort ligt onder vuur! Oh nee! Het is dood! Nee! Jongens, schieten! Gebruik elke pijl die je hebt en schiet die gas neer. Zijn doelvoet verloren, open. Pas op, pas op, pas op. Oh, goed zo. Goed weerkaatst. Weerkaatst dat ding. De zombies zijn officieel gespand in de middelste cirkel, jongens. Oftewel, het is nergens meer veilig nu. Ze kunnen niet in het kasteel gespand worden. Althans, dat hoop ik dat dat niet kan. Maar bescherm het kasteel met jullie leven. Kijk, hier hebben we hem. Hier vliegt Robin. De man. Robin, jij duister persoon dat je bent. Jij duister ziel. Oh jee, oh nee. Oh jongens, jongens, hoe heet die beesten ook alweer? Ik ben de naam vergeten, maar ze vallen aan. Pak ze, ze vliegen. Oh, dit is niet goed. Nu staan jullie boven ook niet meer veilig. Pak de Phantom, ze hangen boven het kasteel, boven jullie jongens. Recht boven jullie, ze circuleren om jullie heen. Schiet ze dood. Oh, ze gaan aanvallen, ze gaan daar. Oeh nee. Oh jee. Ze dalen, de aanval van hun is begonnen. Pas op. Jullie kunnen Robin helaas niet killen. Oh, maar ik kan jullie wel killen, pas op. Er zijn heel veel zombies ineens. Nee, Wesselioni is dood. Jongens, zombies komen via de dinges naar binnen. Oh jee. Oh, pas op met de lava. Goed zo, het is goede lava, maar pas op dat je elkaar niet kilt. Oh, er zijn ook skeletons. Ze springen eroverheen. Jongens, het fort wordt bijna binnengedrongen. Hou ze tegen. Hou ze tegen. De skeletons zijn nu bovenop. We zijn bijna gebreached. Oh, ze komen binnen. Jongens, de spiders. Ze breachen. Ga de vuur het doen. Vechten met z'n leger. Vechten met z'n allen. Oh mijn god, wat zijn dit veel beesten. Vecht met z'n allen er tegen. Doe het. Jullie kunnen het. Oh, jullie zijn wel echt goed bezig, hè. Oh, Robin is het zat. Oh mijn god, hij ziet iets wat... Nee! Nee! Robin, doe het ons niet aan. Ze zijn in het fort. Ze zijn in het fort. En net met heel veel ook. Vechten, jongens. Dit is het moment waar jullie voor getraind hebben. En de spinnen. Hier hebben jullie voor getraind, jongens. Vecht voor je leven. Vecht zo... Dit is wel echt absurd veel. Ik zie daar iemand ook echt zitten in een hoekje die bang is. Ik snap het. Ik zou ook bang zijn. Oh mijn god, ik zie een weirde dingetje, jongens. Oh nee. Oh, ik zie twee weirders, jongens. Gebruik je arrows goed nu, jongens. Er zijn twee weirders gespand. Ik weet niet waar. Oh, hier is hij. Oh nee. Oh mijn god. Pak ze, jongens. Pas op die weirders snel. Oeh. Oh, er gaan heel veel mensen dood. Sociaal plopkoek, joh. Oh, nee. Het is ook zo luid allemaal. Eén wither is dood. Goed zo. Eén van de withers is dood. Een clubje is de wither aan het proberen te pakken hier. Kom op, jongens. Pak hem. Strijd met z'n allen. Vecht. Schakel hem uit. Pas op dat je niet dood gaat. Pas op dat je niet dood gaat. Het is heel gevaarlijk dit. Rennen. Rennen, JW Gamer. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Ik vind het eng voor je. Ik, echt waar. Ik zou naar het kasteel vluchten. Jongens, niemand is... Oh, mijn god, die wither hier. Oh, mijn god. Er is een wither in het kasteel. Hij is in het kasteel. Schakel hem uit. Schakel hem uit. Ja! 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 Zo, juist jongens, juist! Oh trouwens, ik ga dood. Ja? Ja. Ja, wat de f***? Ik ben dood gaan! Nee, Spoon en Wouters zijn dood, nee. Oh, al die pilletjes hier zijn ook echt erg. Jongens, als ik op de taplijst kijk, zie ik dat het leger telkens minder wordt. Het leger wordt klein. Oh mijn god, een creeperleger is echt eng. Het creeperleger is echt eng. Riccio, Riccio, pas alsjeblieft op. Pas alsjeblieft op, jongen. Riccio, Riccio, achter je! Hoor je? Nee, Riccio! Oh, ik zag het gebeuren. Wat zijn die dingen luid? Riccio, ik zag het gebeuren. Het was voor je en achter je. En links en rechts. Het was nergens veilig. Ik zou niet in jullie schoenen willen staan op het moment, merk ik nu al. Ik vind het heel lekker dat ik gewoon veilig rond kan vliegen en lekker kan kijken naar hoe iedereen doodgaat en echt voor hun leven aan het vechten is en aan het zweten is waarschijnlijk. Oh, wat een hel dit. Ik wou bijna zeggen wat een hemel, maar dat is het niet. Rennen, Jasper. Jasper, rennen. Niet door de zombies heen rennen. Weg van de zombies is misschien verstandig. Rennen, 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 rennen. Oh, wat chaotisch. Over 10 minuten, jongens. Over 10 minuten staat er. Komt de zon op. Jongens, nog maar 10 minuten. 10 minuten volhouden en daar komt de zon op. Dat betekent dat jullie de apocalypse overleefd hebben. Je hoeft het nog maar 10 minuten vol te houden. Ga niet ondergrond zitten. Ga niet schuilen. Vecht als een man. Hey jongens, de zon komt echt op nu. De zon, hij is er. Hij is er. Dit is denk ik de laatste wave. Kill the winners. En dit is de laatste wave. Dan hebben jullie het overleefd. Kom op, kom op. De zon die is omhoog aan het komen. Jullie kunnen het. Hij is er. De maan is bijna verdwenen, jongens. De zon is er. Voor het koninkrijk. Voor het koninkrijk. Schakel die wither uit. Pak hem. Degene die deze wither uitschakelt, die wordt tot erelid benoemd. Kom op, schakel hem uit. Kom op, pak hem. Met z'n allen. Met z'n allen, inderdaad. Goed zo. Goed zo. Schakel hem uit. Jullie hebben hem. Jullie hebben hem. Kom op, kom op. Dit is het laatste. Bijna. Nee, baas. Kom op. Ja, jullie hebben hem. Oh, het was onmogelijk om te zien wie iemand uit... Oh, er zijn nog heel wat zombies. Oké, jongens, kom op. Nu is het gewoon even de laatste dingetjes uitschakelen en dan is het mooi. Ik denk dat het langzaam nu stil gaat worden. Overleefd. Hebben jullie het overleefd? Vraag. Jongens,
Volgens mij is het klaar. Volgens mij is het klaar. Robin die kijkt ons aan. De zon is op. Ik hoor nog een paar spinnetjes. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen jongens. Hebben jullie een vredige nacht gehad? Is de vraag. Hebben jullie met z'n allen een vredige nacht gehad? Weet je, ik heb een leuk idee. Jongens, jullie hebben het overleefd. Ik ben trots op jullie. Ik ben echt enorm trots op jullie. Jullie hebben het goed gedaan. Schiet alle pijltjes in de lucht in. Dat is net zelfs als je geslaagd bent op school. De hoedjes moeten de lucht in, jongens. De hoedjes moeten de lucht in. Schiet omhoog. Goed zo. Wat een feest. Jullie hebben de zombie-apocalypse overleefd. Ik hoop dat jullie niet gebeten zijn. Let goed even op als je vanavond naar bed gaat. Of je niet ergens een zombie beet hebt staan. Want je moet nooit... Oh, ik ben gecrashed. Hartstikke leuk. Dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Er zat veel tijd in. Een hele grote zombie-apocalypse. Heb je nou andere leuke ideeën? Laat dan zeker even in de reacties weten. Voor nu, kijk lekker deze video. Dit is namelijk ook een leuk event. Wil je nou meer van dit soort video's zien? Dan moet je gewoon even deze kijken. En dan daarna op gaan zoeken naar andere events. Want het zijn hele leuke video's, jongens. Voor nu spreek je later. Glaasje water. Tot de volgende keer. Yeah!